Zeg het hallo. Hallo. Welkom bij Q&A 3. En vlog 7. Het is bloedheet in deze kamer. Echt bloedheet. We gaan de vragen beantwoorden die we hebben gekregen op de vorige Q&A. Dus het is best wel al een oude video en waarschijnlijk ook oude vragen. Als ik vragen heb overgeslagen of als je gewoon nieuwe vragen hebt, post je dan in de comment sectie onder deze video. Niet onder andere, want dat is verwarrend. Ja, dus alleen onder deze. En ik denk dat jij harder moet praten, want de microfoon is ver weg. Als jullie auto's op de achtergrond horen, dan hebben jullie pech, want het raam zit open. Want het is hier 86 graden. Eventjes denken. Het is nu 9:45 s'avonds. En we hebben een soort van schemerzonnetje. Het zal dus steeds later en later en later worden. Dus ook donkerder en donkerder en donkerder. We gaan er niet over klagen. Het is avond en is eigenlijk een van de weinige momenten dat we tijd hebben, want jullie hebben gewerkt. Oké, laten we beginnen bij vraag 1. Ik doe deze eventjes opzij, zo. Dat zien jullie niet, maar ik wel. Vraag 1. Ga je nog gasrollen doen bij de grote jongens? DDG, oftewel Dus David Games en Dagelijks HD. En ik had er een ingestuurd. Alleen, toen heeft, hoe heet het, Milan heeft me toegevoegd op Skype en die zei zo van, yo, Denna, goede video, maar misschien is het wat te lang en ik wil je de dislikes besparen, dus je moet eventjes een nieuwe insturen. Dus dat heb ik gedaan en dat duurt gewoon lang, dus dat duurt inmiddels alweer 2 maanden, want hij krijgt steeds meer die nieuwe mails en hij behandelt mij niet opeens eerder of zo dan anderen. Dus dat is gewoon een kwestie van wachten en als hij ooit erop komt, dan zien jullie dat vanzelf. Hoeveel betaalt Essevin je? Dat is een partnervraag. Ik ben partner, zoals jullie dat weten. YouTube partnership zit een beetje achter me. Dat is een beetje awkward zo. Dat is Essevin. Dat is een partner, zeg maar, weer met Broadband TV. Dat is de hoofdbedrijf achter alles. Dat is een Brits bedrijf. En die betalen dus uit in niet ponden of zo, maar gewoon in een internationaal bedrag in dollars. En hoeveel ik precies krijg, ga ik gewoon niet vertellen. Want dat is best wel raar. Om gewoon dat te vertellen hier open en bloot. Maar het is in ieder geval een leuk bedragje. En hoe groter mijn kanaal wordt, hoe meer dat ook wordt. En dat spreekt eigenlijk voor zich. Ken je Netsky? Ja, die ken ik. En die kent jullie ook. Zing eens een nummer. Dat was heel mooi. Love is gone. Nee. Nou goed, we kennen Netsky. Ik ken het al heel lang. We zijn daar naartoe geweest. Ik ken het al heel lang. En jullie kent het dan via mij. Door mij, aardbei. Maar Netsky die is heel goed. Ja. Nou krijg ik Belgische vrienden. Wat vind je van Belgen? Je bent overduidelijk een Belg. Het is gewoon normale mensen, Nederlanders, maar vaak wat dommer. En niet meer om mensen uit te schelden of zo. Maar Belgen zeggen het zelf. Hè? Ik heb een keer Belgen behandeld in mijn video als onderwerp. Toen zei ik dat er eigenlijk geen verschil tussen beiden zit. Alleen ze praten in Nederlands, maar dan met een ander accent. En toen kwam er opeens een Belg die zei van, ah, Denna, je hebt wel gelijk, maar de Belgen zijn toch dom, want ik zie het zelf ook in België. Dus blijkbaar vinden Belgen zichzelf ook stom, dus vandaar dat ik het nu zeg. Vraag 5 van Alexandre is, laten we feesten? Dat is geen vraag, maar oké. Wanneer doe je een setup video? Dat doe ik bij 2000 abonnees. En waarschijnlijk heb ik dan ook mijn mic binnen, mijn goede microfoon. Die ik wil kopen van mijn YouTube-inkomsten. Met alles erop en eraan. Hoe je het doet en zo. Ja, dat wordt dus die setup-video bij 2000 abonnees. Ken je Samson en Gert? Wie kent dat nou niet? Schreeuwt Julia in mijn oor. Iedereen kent dat. Dat is volgens voor mij ook gewoon uit mijn jeugd. Ik moest keek kloppen, altijd, want de bel doet het niet. Ik keek altijd Samson en Gert. Ik ook. Alvast bedankt. Dat is vraag 8. Nee, grapje. Er zijn geen vragen meer. Deze vraag van Robin of Robin Beemt. Zoenen jullie wel eens, zeker buiten de camera, haha, of knip je het eruit? Oké, ik krijg hier een hele domme vraag. Waarschijnlijk ben je dan of nieuw op mijn kanaal of je bent doof. Ik krijg de vraag, waarom ben je gestopt met Aiden Aden? Dat is al heel lang geleden en dat ga ik eigenlijk niet weer uitleggen. Ik heb er zoveel video's over gemaakt, updates video's, op dit kanaal, maar ook op mijn vorige kanaal, Aiden dus. Dus check die video's gewoon en daar wordt alles duidelijk in uitgelegd. Volgende vraag, waar woon je? Het is allemaal van Timo Harmsen.
Waar woon je? Ik woon in Almere, Flevoland. That's it. Meer ga ik niet zeggen, anders staan er opeens mensen voor mijn deur. Hoe lang is jullie? Hoe lang is je Chinees? Deze vraag is van Maurits Dijk. Even verduidelijken. Ik ben niet zo lang. Ja, hij vraagt moet ik even gaan staan? Nee. We zien ze het nog niet. Volgens mij ben ik 1,66 of zo. 1,66 gewoon. Oké, dan gaan we naar de vraag van Tony Lee. En die heeft 4 vragen. Dit is echt de meest domme vraag ooit. Heb jij het gedaan met Julia? Die is al eerder gevraagd. Wat is dit voor vraag? Die is al eerder gevraagd. Ja, maar ik heb heel veel mensen die fappen op jou, dus... Ja. Oké, dat is gewoon een domme vraag, die ga ik niet eens behandelen. Vraag 2 is, gebruik je alleen Windows Live Movie Maker, movie met OE? Nee, ik gebruik ook After Effects en ik gebruik ook wel eens een schaar. Geen vraag, Julia is lekker, Tony Lee is irritant. Gebruik je ook Sony Vegas Pro? Ja, waarvoor? Nee, ik gebruik in plaats van Sony Vegas Pro gebruik ik After Effects. En er zit hier ook nog eens tussen haakjes bij, Julia is lekker in hoofdletter. Dus best deze, wel lekker. Deze gast is echt een randdebiel. Oh, die comment. 871 subs. Gaat lekker, lekker. Net als Julia. Jezus. Maar kun je nagaan, hè? Q&A 2 gewoon, jongens. 871 subs. En ik heb nu 1500 subs. Ja. Oké, dan krijgen we de nieuwe vraag van Michael Hems. Ik heb al een vragenlijst van hem gekregen toen ooit. Hij stuurt elke keer vragenlijsten in. Ja. Fanatieke sub is dat. Hoe kan je meedoen met COD woensdag? Nou, dat is eigenlijk gewoon een bericht sturen naar mijn inbox of naar mijn fanmail. Hoe vond jullie dat je zei dat je een gamekanaal had en hoe reageerden ze? Ik heb geen idee meer. Ik dacht volgens mij eerst dat je gewoon een nerd was. Dacht je dat echt? Ik weet het niet. Ik dacht, denk ik van, oh nee, een gamer. Yes. Maar wat ik niet snap trouwens, of tussendoor, Michael Hermsen, die heeft al een keer meegedaan met COD woensdag. En hij vraagt mij, hoe kan je meedoen met COD woensdag? Misschien wil hij nog een keer. Wie weet. Maar goed, dat dacht je dus echt? Dat ik een gamekanaal had, oh fucking nerd. Zo'n standaard gedachte van iedereen. Ja, maar dat is ook zo. En totdat ik... Totdat ik het merkte dat het niet zo was en dat je gewoon normaal was. Ja, en ik rap ook in mijn vrije tijd. Hoe komt het dat Julia je leuk vond en andersom? Nou... Kijk maar eventjes naar... Dus ja, die mensen zijn niet gay. Nou, dus. Misschien wel. Nou, ik vond hem gewoon mooi, dat is het gewoon. Op het station? Op het station en bij de bus. En toen keek ik mijn ogen uit. En andersom is het hetzelfde. Op het station, bij de bus. Toen dacht ik, wow. Chickie. Nee, ik weet niet meer hoe het ging. Ik dacht gewoon, wow, mooi. En toen opeens gingen we praten. En toen gaf ik haar mijn WhatsApp of andersom. En zo ging het. Bij de vorige Q&A gaf jij een duw en Julia, ze ging een klein beetje opzij. Ging je best veel opzij. Haha, dat was leuk. Dat zijn geen vragen. Maar Julia is fucking sterk. Julia eet veel spinazie. Ik ken mijn eigen krachten niet. Wat is jullie favoriete kleur? Blauw. Allemaal van Michael Hems, hè jongens? Allebei blauw. Al sinds kind. Eten. Als ik meteen... Welke lolly wil jij blauw? Ja, dus ik had ook altijd blauw. Mijn hele kamer was eerst ook echt gewoon alle kleuren van de regenboog. Maar toen ik mijn eigen kamer mocht zeggen welke kleur ik wou, toen wou ik blauw met groen. Oh ja. Wat is je favoriet eten? Ik denk toch nou eigenlijk wel Japans eten. Dat denk ik ook. We gaan altijd naar... Dat is zo lekker. Waar gaan we heen? Kimono. Gaan we altijd heen. En dan moet je met zo'n kaartje met van die streepjes. Dan kan je alles aanstrepen wat je wil. Sushi en lekkere soepjes en salades. En niet meteen denken aan de meest gore sushi, want sushi kan echt lekker zijn. Ja, echt. Dat weten mensen wel. En sommige mensen die denken, het is vies, dat dacht ik ook. Maar sommige sushi is echt lekker. Nou goed. Japans dus? Ja. En wat is je lievelingsliedje? Op dit moment is dat... Op dit moment, het verandert met de dag. Ja, dat verandert echt met de dag. Welk liedje vind ik nou echt leuk? Riptide van Fancy Joy, volgens mij heet die. En ook vind ik leuk dat Tongs, dat liedje. Ik weet Joy Wave. Joy Wave, ja. Die staat ook in mijn
description, want ik gebruik het ook bij mijn outro. Ja, maar dat zijn echt, dat vind ik nu twee hele leuke liedjes. Nou. En volgende week is het weer anders. Wow, het wordt al steeds donkerder. Ja. Mijn lievelingsnummer heb ik niet echt, denk ik. Ik heb heel veel artiesten die ik super vet vind, maar lievelingsnummers... Nee, ik denk, zoek op Chase and Status Blind Fate. Die vind ik echt fucking chill, omdat het van vroeger is. En voor de rest gewoon nummers van Aminam. Dat zijn lievelingsnummers, denk ik. Dat als je het hoort, dat je denkt, oh ja, wauw. Kun je iemand ook onabonneren? Dat kan. Dan moet je gewoon nog een keer op het knopje klikken. Nee, dit zegt, kan jij iemand ook onabonneren? Dus als jij iemand niet wil, zeg maar. Dat is... Oh ja. Nee, het enige wat ik kan... Dit stelt Michael Harmsen, stelt deze vraag niet. Hè? Dit is weer Timo Harmsen, dus alles gaat door elkaar heen. Dat was ook heel blij. En nee, dat kan ik niet. Ik kan alleen mensen die irritant zijn, die kan ik... hoe heet dat ook weer? Blokken. Als het van, hé, jij mag niks meer zeggen, doei. Nog een keer, Timo Harmsen, die zegt... Speelde je vroeger op de PS3 Call of Duty 4? Ja, dat was mijn allereerste online game. Ever. Oké, we krijgen een vraag van Chris Bootsman. En die zegt, hoe sta je tegenover het illegaal downloaden van games? Het kan heel chill zijn. Voor de mensen die niet veel geld hebben en denken van... Oh, ik wil even spelen. Maar vaak gaat het dan op de computer, want je kan niet online... downloaden voor console. Maar het verneukt de industrie. Het werkt hetzelfde als muziek. Stel je maakt een game en je stopt er 6 jaar tijd in, zoals GTA 5 of zo. En vervolgens de helft van al je kopers die downloaden hem in plaats van dat ze hem kopen, dan kan je geen nieuwe games meer maken omdat je gewoon geld tekort komt. Dus het is debiel om games te gaan downloaden. Maar ik ken genoeg mensen die het wel doen. En die dan ook boos worden als er opeens geen nieuw deel komt. Ja, hoe zal dat nou komen? Wij krijgen een vraag van Dutch Game 17. Denzel, we hebben een speciale vraag. Wanneer mag Dutch Game 17 jou komen Q&A'en? Dat mag deze donderdag. Het is nu maandag 8 juli, terwijl we dit opnemen. En donderdag is het dus. Dinsdag 9, woensdag 10, 11. 11 juli komt Erik en Walt van Dutch Game 17 komen naar mijn huis toe. En dan gaan we een Q&A opnemen. We gaan video's opnemen. We gaan gewoon random shit doen en allerlei andere. Dus dat is een vraag van Dutch Game 17 snel en makkelijk beantwoord is. En Mike Jansen die zegt, vergelijk de eerste 10 seconden met de laatste 10, wordt een beetje donker. Ja, dat klopt. Dat is ook heel erg logisch, want dat is nu weer het geval. We nemen het altijd op in de avond. Iemand vraagt aan mij, Tristan, die vraagt aan mij, is Red Dead Redemption geen goede let's play? Dat is hij wel. Want dat is, denk ik, de eerstvolgende grote serie die ik wil gaan doen als ik alles klaar heb. Dus dat is, best wel een goede game die ik graag wil doen. Vegetables, juist, moeilijk woord. The Vegetables Guys. Die vraagt, vraag 1. Wil je YouTube later als baan doen of voor erbij? Nou, het begon als voor erbij. Gewoon omdat ik het leuk vond. Alleen nu je er geld mee verdient, wil je er zoveel mogelijk geld mee verdienen. Niet om rijk te worden of zo, maar iedereen heeft geld nodig. Gewoon lekker. Ja, iedereen heeft geld nodig. En wij hebben het hier al helemaal niet zo rijk. Dus al het geld is goed meegenomen. En hoe meer dat wordt, hoe beter. Niet om egoïstisch over te komen, maar zo is dat gewoon. Oké, wat kan je met jouw opleiding en maak je dan een game of design je hem? Wow. Ik lees de vraag eronder en die vind ik heel leuk. Oh, wat is het warm hier. Ik ben inmiddels van opleiding geswitcht. Ja, op 8 juli, vroeger niet. Deze vraag is gesteld 3 maanden geleden. Ik ken nagaan hoe lang ik al geen Q&A heb gemaakt. Toen deed ik nog game design, maar nu is het geswitcht naar grafisch. Wat ik dus verwacht, als je het woord game design hoort, dan verwacht je vooral dat je de games ook gaat designen, dat je eerst gaat tekenen en dan al die shit doet. Maar het bleek veel meer code te zijn dan design. En vandaar dat ik ook eraf ben gegaan en ik nu grafisch doe. En dat is hopelijk meer design. Ja, laten we het hopen dat dit eindelijk een goede opleiding is. Oké, waarom heb je gekozen voor de PlayStation en niet voor de Xbox? Dat is eigenlijk al sinds vroeger. Ik vond Xbox nooit echt chill. Ik vond de controller altijd te groot, ik kon hem niet goed vasthouden. En ik vond het design niet mooi, gewoon als kind. Hè? Dus dan heb je er nog helemaal geen verstand van. En dan krijg je ooit een PlayStation. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk alleen maar bij PlayStation gebleven. Dus het is niet dat ik de Xbox slecht vind, het is gewoon een goed ding. Maar ik ben er niet aan gewend en ik vind het dus ook niet fijn. Dat is het vooral. Hoe lang ben jij en hoe lang is Julia? Die vraag kreeg ik net ook al. Julia is 1,66 meter volgens haar.
En wat zal ik zijn? Jij bent rond de 1,80. Rond de 1,80, denk ik. We krijgen de beste vraag ooit van Renier van Limpt. Hey Denzel, heb je wel eens een commode vrouw met een hoed op gezien? Zo ja, waarom? Daar moest ik dus om lachen. Ja, maar dat is gewoon... Hij deed dus iemand na. Dat Renier van Limpt is een goede vriend van me. En vandaar ook dat hij altijd die mogolen comments geeft waar jullie dan op gaan reageren. Terwijl hij het gewoon niet serieus is. Maar ik had toen zo'n fucking domme reactie gekregen. En daar heeft Ranier gewoon ook een reactie op gemaakt. Ik blijf gapen. Ja, je hebt gewerkt. Ik heb een gaapaanval. Oh nee, je hebt helemaal niet zo hard gewerkt. Je had gewoon een trainingsavond. Van 4 uur. Ja, dus waarom gaap je? Hé, waarom gaap je? Het is veel werk hoor. Oké, ik heb wel eens een komodo vraag gezien met een hoed op. Hij was zo aan het rennen zo. En weg was hij toen. Dus niet kunnen vangen. Waarom heb je hem gezien? Waarom heb ik hem gezien? Nou, mijn moeder zei, ga een komodofraan zien. En toen ging ik hem zien. Want toen was hij weer weg, kon ik hem niet meer zien. En Julia die rende achter hem aan, maar Butch die sprong in de sloot. Dus toen waren we vergeten dat er een vliegtuig was neergestort. Doe niks. Niet in mijn toesje zitten. Soesje. Hey Denzel, wat vragen voor de Q&A. 1. Heeft Julia wel iets doms gezegd dat je echt dacht, wow, really? Zo vaak. Dit is Cutas Hellgamer, die heeft dit gevraagd. En dat zegt ze best wel vaak, ja. Ze zegt wel eens dingen dat je denkt van... Waarom weet je dat niet? Bijvoorbeeld laatst. Toen kregen we er nog een discussie over ook, terwijl ik het helemaal niet zo bedoelde. Toen zei ik gewoon... Ken jij de fucking Thalys niet? Dat is gewoon een trein die iedereen kent in de wereld. De trein van Amsterdam naar Frankrijk. Parijs. Kenden ze niet. Dus toen dacht ik... Wow, really? Dus dat is een ja op die vraag. Zie je wat ik allemaal upload? Niet dat ik dat doe. Nee, dat zie ik niet, want je doet het niet. Dus dan kan ik het ook niet zien. Waar ben je geweest met een date met Julia? De Japanner, vaak genoeg. Japanner, vaak genoeg? Bioscoop. Weet ik niet. De busstation. Ja, trein en zo. Pizza's. Heb je wel eens met een andere girl gehad? Wauw, wat praat jij stoer, Cutas Hellgamer. Dat heb ik inderdaad. Ik heb hiervoor, denk ik, 2 serieuze exen gehad. Nee, niet serieus. 1 serieuze. En toen kwam zij. En toen wist ik dat ik daarvoor heel dom was geweest. Genoeg daarover. Vraag 5 die vraagt is, op wie ben je geabonneerd? Nou, dat zijn er zoveel. Dat zijn muziekkanalen, dat zijn andere gamekanalen en... Nog wat andere dingen, dus dat is gewoon random. Dat kan ik niet allemaal zeggen. Game World die vraagt... Denzel, welke opleiding heb je gevolgd om de ROC te komen en op game design opleiding te komen? Nou, je kan er gewoon heen als je een MBO-diploma hebt. Dus stel je had gewoon je MAVO of je KBO... Of ja, wat is het? Je kan van KBL tot aan HAVO, geloof ik. Zoals VWO en nog lager dan KBL. Kan je op die opleiding komen als je maar goed bent qua skills. Dus het heeft niets te maken met je kennis van rekenen of zo. Uiteindelijk krijg je die vakken daar wel, maar het gaat gewoon om je skills. Bij mij wel anders. Bij mij moet je BBL hebben gehad. Nee, wel KBL. Dat is hoger dan BBL, toch? Ja. KBL moet je hebben gehad en dan mag je bij niveau 3 instromen, anders moet je beginnen met niveau 1. Ja, man. Het wordt nu wel echt donker. Ja, het wordt donker. Maakt niet uit, het is gezellig. Dat doen we alsof we op de camping zijn. Graham Cut Whitehead. Het klinkt echt als een agressieve nazi. Die zegt, hoe oud wil je worden, Denzel? 86 miljoen jaar oud. Hou maar. Hoe oud wil jij worden? Net zo oud als jij. Dan worden we samen ouder dan de wereld. Ja. Hoe zie je jezelf over 30 jaar, zegt Kaasbroodje. 30 jaar ouder, dus dan ben ik eigenlijk nog dezelfde dude, denk ik, maar wat serieuzer, met een goede baan en kinderen. Een gezin. Zo zie ik mezelf over 30 jaar. Yo-Yo Haidari, wat een prachtige naam, die vraagt. Vraag 1, waar woon je? In Almere, Flevoland, heb ik net ook beantwoord. Vraag 2, wanneer komt Amnesia Part 2? Die gaan we hierna opnemen, dus dat wordt heel erg leuk. Ja? Waar ben je? Ik zie hem al. Hier ben ik. Ja, ik kon hem niet vinden. Dat wordt heel erg leuk. Die gaan we hierna opnemen. Yes. Amnesia met Julia. Hoe lang ken jij Julia? Zolang als onze relatie duurt, dus dat is iets langer dan 1,5 jaar. Nee, ja. Jawel. Nee, want we zijn nog niet 1,5 jaar samen. Oké, wanneer ga je livestream maken en abonneer ik jou? Wat is dat voor vraag? Ja, ik heb met mijn geduld. Ik snap eruit dat hij pas abonneert als ik livestreams doe.
Dus hij bedoelt ermee te zeggen, wanneer ga je livestreams maken zodat ik jou abonneer? Livestreams die doe ik denk ik alleen van Battlefield en van Call of Duty en van andere online games waarbij ik niet progressie ga halen. Dus wat ben jij nou autistisch aan het doen hier? Muggenbult jeukt. Stoppen. Mag niet jeuken aan muggenbult, wordt die erger. Maar ik ga dus alleen livestreams maken van dat soort games, want als ik mijn series ga livestreamen, dan verneuk ik mijn series en krijg ik incomplete afspeellijsten. Praten is heel moeilijk, vooral met deze hitte, godsamme. Vraag 2 van Jojo Heidari, of meer tweede vraag, comment heb je zeg maar gezet. Hoe heet je broertje of broer? Dat is Delano, dat is een halfbroertje, dat is van een andere moeder, zelfde vader, Delano dus. En als je klaar bent met Bioshock Infinite, ga je dan Battlefield Bad Company 2 filmpjes maken. Nou, die game die wil ik al best wel lang weer doen, gewoon als multiplayer video's. Dus wie weet komt het ooit en dan zie je het vanzelf op mijn kanaal. Tulord77 heeft nog een paar vragen voor de Q&A. Naar welke school ging je na je basisschool? Ik woon in Almere, we hebben allerlei verschillende middelbare scholen op deze leuke provincie heet. En ik heb gekozen voor een sportschool, want ik voetbalde toen heel veel en ik ben uitgekozen voor de high school voetbalklas. Ja, dat was heel goed voetbal. En toen deed ik echt naar Ton. Dat is een school bij ons in de buurt die gespecialiseerd is op sport. Yeah. Je hebt een topsportklas toch? Stop. Jeukt. Auw, auw, auw. Zo. Auw. En nou later. Zo help je muggenbult weg te halen. Oké. Hoe heette je broertje belangrijk? Nou, die heb ik net dus geantwoord. Of beantwoord. Dat is Delano. Jarno Verboer zegt. Je haar is cool. Vraag 1. Wanneer komt Amnesia? Bedoel je dan Amnesia 2 of een nieuwe part? Want een nieuwe part die gaan we dus binnenkort of nu maken. En Amnesia 2 komt binnenkort. Wanneer weet niemand, want er is geen release datum vrijgegeven. Wanneer ga je livestreamen? Dat heb ik net ook uitgelegd, alleen bij andere games. En niet bij series. Ga je ook meedoen met de Kingdom van DusDavid? Totaal niet. Ik haat Minecraft. En ik vind de community van DusDavid niet leuk, want er is veel te veel Minecraft. Van Apache Lifey. Yeah, we krijgen weer nieuwe vragen. Wat voor films wil jij dit jaar in de bios zien? We hebben laatst... Hoe heet die film van Will Earth, Smith? After Earth hebben we gezien. Dat is de laatste film die ik heb gezien. En ik wil nog allerlei horrorfilms zien in de bioscoop. Sinister wou je zien. Ja, maar die is al oud inmiddels. Ja, die Sinister. Is oud. En weet ik veel andere die films. Die ene War Z. War Z. Nee, die hoef ik niet per se te zien. Ik wil nu zien The Internship. Ja, met Google. Die wil ik zien. En welke wil ik nog meer zien? Dat was een roman. Een romantische film. Een roman. Nee, dat is een romantische film, maar ik weet niet meer hoe die heet. Dat was met een volgende vraag is voor jou. Bekende acteur. Julia, heb je huisdieren? Ik heb een hond en die heet Noppes. En ze heeft 2 honden, de andere hond heet Denzel. Ben jij een hond? Ja, je hebt handen als hond. Oh! Denzel, als je bij Bethesda werkte, welke game zou je dan maken? Ik zou een hele vette RPG maken die gigantisch groot is en waarbij je de mogelijkheid hebt om over de hele wereld te gaan. Gewoon elke locatie van de wereld, gewoon waar je, dat je daarheen kan gaan. En gewoon insane groot. Yeah! Tom Plays Minecraft heeft een vraag. Wat verwacht je van de PlayStation 4? Ik heb er een video over gemaakt. Ik verwacht er heel veel van. Gewoon een super vette, sterke next-gen console met prachtige grafische kwaliteit en een sterke processor. Dus verwacht ik veel van. Wil je meer info? Check mijn video van de PlayStation 4. Ik zal wel eventjes de beschrijving in de video zetten. Lol, de beschrijving in de video. De link in de beschrijving van de video. Ga je nog eens Minecraft spelen met Ricardo of iemand anders? Dat is wel een planning, ja. Gewoon af en toe random een Minecraft video tussendoor, maar ik wil niet... een Minecraft-serie starten, want ik vind de game niet leuk. Dus dan ga ik ook niet iets doen wat ik niet leuk vind. Hoe heb je Julia leren kennen? Nou, die hebben we inmiddels heel vaak beantwoord. Het station en de bus. En toen gingen we batsen. Met welk programma neem je op voor de PC? Fraps. Wat kijk je, man? Weet jij het beter? Hè? Nee. Fraps. Gewoon in HD. Eventjes een download doen en je hebt een hele goede versie van Fraps. Heb je een laptop of een vaste PC? Ik heb een Samsung notebook... zoveel inch, hoeveel inch? 17 inch. 17 nog wat. 17 inch, Intel Core i7, nog wat. Nvidia Optimus grafische kaart. Yeah, gaming computer. Ga je nog eens een let's play maken met Ricardo en Carlos? Dat zijn we inderdaad van plan. Slender
Amnesia. Ook al bevat die geen co-op, maar dat willen we gewoon de stemmen opnemen. Dus Slender, Amnesia en welke game nog meer? Minecraft. En ook nog gewoon multiplayer games op de console, maar dat zal nog wel gaan komen. De vraag van XL Reaction. Die woont in Almere, denk ik. Speelde je vroeger bij Waterwijk? Ik denk inderdaad dat die ergens op daar in de buurt woont. Ik speelde inderdaad bij Waterwijk. Ik heb altijd in de selectie gevoetbald. Van de E... Ja, van de E10 naar de E1. En vanaf de E1 naar de D en de... Even kijken, wat hebben we? De E, de D... Ik kan helemaal geen voetbal. De C, sorry. Ik kan gewoon niet terugtellen, joh. Ik kan niet terugtellen in het alfabet opeens. Dus dan naar de C... En dan ga je naar de B'tjes. En dan ga je naar de B'tjes. Maar de A heb ik niet gehaald, want ik ben bij de B'tjes gestopt. Want ik had er geen lol meer in. Ik haatte voetbal toen gewoon door al die dingen die ik heb daar meegemaakt. Oké, zat je op Echnaton? Want je lijkt echt op een Echnatonner. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat in hemelsnaam een Echnatonner is. Want Echnatonners zijn over het algemeen echt fucking Mongolen. Echnatonners die gaan naar een sportschool toe. En dan zeggen ze... Ik doe een sportschool. Ik ben een topsporter. Maar elke pauze blozen om het hoekje. Dus dan ben je geen echte... Of geen topsporter. Nou, dat is wel een echte tonner. Dus als je vindt dat ik zo uitzie, dankjewel. Was je van kleins af aan al een gamer? Ja, dat heb ik net gezegd. Ik begon bij PlayStation 1. Toen heb ik Die Hard gegamed. Tot aan nu. Ben jij altijd verkouden? Nee. Niet altijd, maar wel heel vaak. Ik ben echt heel vaak verkouden door mijn geglitchte neus. Niemand weet waardoor het komt. Allergie. Nee. Wel, het nee. Is een allergie. Voor wat? Dat weet voor niemand. Voor stofjes. Ja, nou dan kunnen we wel aan de gang blijven. Ja, inderdaad. Ja, maar dat daarom is dus... moet je naar de dokter om pilletjes te maar halen. Dat is dus niet altijd zo. Anders had ik het nu ook gehad. Stofjes. Ik zit in een stofnest. Nee, niemand maakt die ooit schoon. Nee, het is toch als je het in je neus krijgt. Oh, ja. Ik heb het toch niet. Het is gewoon random. Het is er gewoon wanneer mijn neus er zin in heeft. Oké, wat zou je later graag willen doen? Qua baan of ik weet niet wat. Maar qua baan zou ik graag bij een reclamebureau werken. Je fans zijn dope. Waar heb je ze gehaald? Ik koop mijn fans altijd bij de fanstore. En... Of bij de fans outlet. Dat is, vind ik hetzelfde. Nee. Fanstore, fans outlet. Kijk hoe donker het is. Het is wel heel donker, ja. Wel gezellig. Ja, yeah. Lekker donker, man. Ik vind het gezellig. Ik niet. Ik vind het veel te donker. Dat heppelt. Dat heppelt, ja. Q&A. Wat vind je de leukste game voor de PS3? Ik weet hem. Okay. Skyrim. Ik had hem gisteren fout beantwoord. Nee, dat is gewoon je lievelingsgame. Maar hij zegt de leukste game voor PS3. Ik weet het niet. Nou, dat is dan toch je lievelingsgame? Nee, want Skyrim runt over het algemeen niet goed op de console. Ik weet het niet. Ik twijfel tussen een GTA, een Far Cry 2 en een Skyrim. Of een Fallout. Dus het worden er steeds meer. Kan niet kiezen. Nah. Heb je een oorbel? Alweer. Nee, ik heb stretchers. Fucking bitches. Ik heb tunnels. Dat is zinken. Kan je doorheen kijken? Dus dat is geen oorbel, maar dat is een tunnel. En mijn haar is veel te lang. You need to knip me. Zij is kapper. Kapster. Knapper. Oh, wat voor mobiel heb je? Waar is hij? Hij is in mijn zak. Een iPhone. Als je zo doet. Dan sta ik dan met Julia. Als je zo doet. Dan staat het Skrillex logo erop. Oh! Heb je een foto waarin je 12 bent of zo? Vast wel, maar niet hier nu bij de hand. Dus als je die heel graag wil zien... Maar wel dat je klein bent. Waar dan? Lekker. Ik ben een lekker ding. Ik ben zo heet. Oké, wie is jouw YouTube-voorbeeld? Superheld. YouTube-voorbeeld is PewDiePie. Even kijken. Ik zit op een paard. Kijk eens, oh, lief. Kijk me gaan. Oh. Ik ben echt een baas daar. Ah. Ja, mijn stem. Fuck mijn stem. Wat wou je liever zijn, een appel of een peer? Serieus. Dat zegt hij er nog bij. Serieus. Een appel? Nee, een peer. Want een peer is slanker en ik haat... Ik heb er nog een gevonden.
haten. Ik haat dik zijn. Pik zijn. Deze is dat je iets ouder bent. Deze is ook heel leuk. Kijk wat een baas ik hier ben. Maar serieus, appels zijn dik, dus ik ben een peer. Julia, hoezo heb je voor Denzel gekozen? Ik heb niet gekozen. Ze heeft niet gekozen, zegt ze. Ze vond me gewoon leuk, G. Ja, oh jee. Denzel, hoezo heb je voor Julia gekozen? Ze liep lang, ze was blond, ze was mooi. Hè? Ze zat daar. Toen dacht ik... Wat? Jamone, dacht ik. En toen heb ik gewoon gezegd, WhatsApp... Heb je een auto? Nee, ik ben 18. Ik heb nog geen rijbewijs. Ik ga er wel voor leren en zo. Maar ik ben... Auw! Ik heb geen auto. Q&A 3. Beantwoorden van Tulord. Ik heb een grote auto. Kleine pik. Oh ja, wat vinden jullie van de nieuwe YouTube layout? Heb Dutch Games 17 nog gezegd. Die is fucking lelijk. Andere layout was echt awesome. En deze? Als je dan games speelt, ben je dan ook naakt? Ja. Zeker weten. Ik ben altijd naakt. Echt serieus. Als ik dan iets vet zie in die game, dan heeft mijn pixie tenminste de ruimte om te groeien. Kijk me niet zo raar aan. Dit is echt heel vies. En daarom ben ik altijd naakt. En soms wordt hij zo groot dat hij mijn eigen mond kan. Gadver. Vies ventje ben je. Dat waren de vragen... Van alle dudes die dingen hebben gesteld en zo. Ik heb ook nog een vraag. Ik zal als extra informatie, qua artiesten, qua... Je negeert me gewoon. Ja, dat komt wel goed. Qua artiesten, qua al die andere dingen, zal ik nog eventjes in de beschrijving zetten wat dan mijn lievelingsartiest is, lievelingsnummers. Dan heb ik wat meer tijd om over te denken gehad. Ik kan niet meer Nederlands. Het is te warm om Nederlands te kunnen. Dus dat zet ik in de comments, kan je even kijken en zo. Ik ga nu mijn schoenen laten zien. En een stukje portfolio werk waarmee ik ben aangenomen op grafisch. Want dat willen sommige mensen ook zien. Van ja, wat maak je dan? Dat zal ik even laten zien. En wat wilde jij zeggen? Ik had nog een vraag. Ben je mij lief? Is dat echt je vraag? Ja. Ja. Hou je nog van me? Ja. Kusje? Nee. Kusje? Nee. Auw! Kusje. Je zit gewoon door te duwen. Kusje. Kutje. Kusje. Yes! Yes! Schoenen. Dat zijn mijn schoenen. Dat is jouw schoen. Ze zijn vies. Ah, ga weg, je loopt ermee. Netjes. Oké, daar ben ik terug. We gaan beginnen met de schoenen van Julia. Dan moeten we eigenlijk even die pakken, want dan weet ik of we dat goed laten zien. Dit zijn de half caps van Jul. Het hangt een haar aan. Nou en? Je loopt ermee. Julia vindt het ook echt dat de randen vies zijn. Je loopt met schoenen. Awesome. Nou, zal ik dan mijn half cap verzameling laten zien? Dit waren de eerste half caps die ik ooit had. Zwart. Met van die randjes en zo, streepjes. Toen kwamen deze. Grijs met blauw. Met wit. Dat waren super vette half caps. Ik heb heel veel gedragen. Toen kwamen deze. Beige. Met bedeau rood. Ook awesome. Blauw. Van in alle vormen, maten, kleuren, designs. Awesome. Heb ik nog. Dit zijn ook Vans. Nettere modellen. Vans OTW is dit. Kijken, waar staat dat? Hier zo. OTW. En hier ook op de onderkant. OTW. Zijn ook heel erg nice. Dan heb ik nog dit model. Gewoon de normale
fans, maar dan ietsje hoger dan normaal. Die zijn ook nice, hoop, moeilijk sturen. Dan hebben we nog deze, de lage. Met de zwarte rand. Die zijn ook super nice. Heel veel aan. Dan heb ik nog mijn allereerste echte skatemerk. S. Met groen. Maar ook super nice. Echt een heel onbekend merk, alleen als je van skaten en al die andere shit houdt, ken je het. Dan heb ik nog mijn Circa's. Ja, ja. Ook vette schoenen, van vroeger. Dan heb ik nog deze fans die echt te hipster voor woorden zijn. Zie je, nice met die elastiek en de andere kant is rood. Dus kijk als je zo hebt. Ja. Kijk deze schoenen weer. Het is niet normaal. En dan als allerlaatste, terwijl ik nog meer in mijn kast heb staan. Deze. Een soort van Supra's, maar deze zijn Radies. Kijk maar, er staat in Radi, hoe je dat kan zien. Zo, Radi. Dat waren al mijn schoenen. En als einde van deze video zal ik nog even, wow, wat is het hier heet, mijn portfolio werk laten zien wat ik heb ingeleverd voor grafisch. De map. In deze map. Er zit een website die ik heb gemaakt. Een design. Controller gemaakt. In Illustrator. Een iPhone gemaakt. In Photoshop. Een Rubik's Cube. Een Rubik's Cube in Illustrator. Een nice luchtbel die je op allerlei perspectieven kan vasthouden en bekijken. En met leuke lichtval erin. En nog een nice filmposter. Zo. Van een Franse film. La Haine. En dit is een beetje het beste werk dat ik heb. Hier heb je nog een affiche tegen roken uit het eerste jaar. Maar dit is het meeste digitale werk. En dit is denk ik toch wel mijn beste tekenwerk. Oh, op de afstand. Een nice landschap. In perspectief. Dus pauzeer de video eventjes als jullie het goed willen zien. Oh. Oh. Er zit nog een vette perspectieftekening van een soort van buitenaards landschap. Met vliegtuigjens en allemaal andere dingen. Onder. En dit als laatste. Als laatste, die moet ook nog. Handen, wat boeit dat nou? Letters. Nou en dat is toch ook, dat zit toch ook in je portfolio? Handen in een landschap. Ja, ja, handen die opgaan in een landschap. En deze wil ik jullie ook graag laten zien, blijkbaar. Ja, dat zit ook in je portfolio, dus dat moet je ook laten zien. Letterbeeld. Letters in heel raar perspectief. Een M, een W, een V, een V en een E. Die je in allerlei manieren kan bekijken, vasthouden. And that's it. Tada! Dus dat was Q&A 3 vlog 7. En ik hoop dat jullie het cool vonden, dat we veel beantwoord. Dat denk ik toch wel. Ik heb ook veel laten zien. Schoenen laten zien. Muziek zal ik nog wel in de comments zetten of de beschrijving van de video. Kunnen we van jou nog wat wil zeggen? Nee. Nee, dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Dit was Q&A 3. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Zet al je vragen die je nog hebt in de comments onder deze video. En de setup video bij 2000 abonnees. Dus ik hoop dat het duidelijk genoeg was dat we veel beantwoorden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus check mijn Facebookpagina om up-to-date te blijven. Vergeet niet te abonneren, like de video eventjes. En dan spreek ik jullie gasten. Later. Hoi. Ik ga niks zeggen. Zeg. Nee.